Goedenavond, dames en heren. Welkom bij. Oh. Here first. Bitcoin is going to zero. Zero. When it comes out, zero. Ja, moest gewoon, hè? Het is een traditie geworden. Ja, dat is het sentiment van vandaag. Dus het gevoel van de mensen. Ik heb al vandaag, denk ik, 4 keer gevraagd. Van, moet ik kopen of moet ik verkopen? Kijk, ten eerste geef ik helemaal geen financiële advies. Dus eigenlijk, ik deel uit, zeg maar, mijn eigen manier om de markt analyseren of een projectie van de prijs maken. Dus de volgende beweging van de markt projecteren. Dat is het moeilijkste eigenlijk. En waar, ja, mensen noemen gokken. Maar ik zeg dat wel. Met de juiste analyse, dan kom je precies op de volgende beweging. Dan word je automatisch niet rijk. Omdat afhankelijk af, als je bijvoorbeeld 1 ton legt op Bitcoin en stijgt in de volgende beweging 5%, dan word je niet rijk van. Maar in ieder geval, welkom op vandaag crypto.nl. Ik moest Dan Peña weer zo ondertussen komen. Maar ik heb vandaag 2 belangrijke punten, om, maar 3 eigenlijk, om uit te delen met jullie. Ik zit nu, ja, die boekje die had ik van een volger of een abonnee gekregen over de DeFi. Die staat met het logotje van Ethereum in Kober. Die heb ik nog niet begonnen, omdat ik bezig ben met deze. Die staat natuurlijk in het Spaans. Het is een patroon Bitcoin, betekent de Bitcoin standaard. Die staat in het Engels ook. In het Nederlands weet ik niet. Maar het begin van het boekje vertelt helemaal niks over Bitcoin. En dat zou raar klinken, toch? Van, nou, het is een boekje over Bitcoin. Of tenminste als Bitcoin een standaard wordt. Zoals was goud voor 1971. En nee, vertelt helemaal niks over Bitcoin. Tenminste tot die titel, zeg maar, nummer 4, vertelt helemaal niks. Het is pure geschiedenis over wat gebeurt als mensen kiest voor een zwakke currency of voor een solide of een sterke currency. Dus wel een boekje om even lezen, of als heb jij een audioboeken, het is wel een boekje om misschien betalen. Dat wel. Ja, ik heb ook zelf betaald. Dus. Maar ik bedoel, de info, ik hou er niet van lezen. Ik heb in mijn bijna 30 jaar heb ik nooit een boekje helemaal afgelezen. Nooit. Maar deze, ja, ga ik eigenlijk de goede richting, de goede kant op, denk ik. Omdat, ja, ik vind eigenlijk zelf de inhoud wel interessant. En nou, daar ga ik wel proberen mijn best doen. Nou, de tweede ding. Ik hoor vaak van jullie dat jullie laten de crypto's op de exchange. Dat is prima als jij bijvoorbeeld de markt analyseert in een 4 uur of minder. Maar als je crypto's kijkt op een kleinere grafiek, dus op een 2, 1 uur of half uurtje of 45 minuutjes of minder. Dat is bedoeld voor het dagtrading. Dus eigenlijk, je wordt wakker in de ochtend en dan ga je de markt analyseren. En dan probeer jij op zoek te gaan voor een bullish divergentie. Of even proberen te schatten welke crypto gaat nog hard groeien. Maar dat doe ik niet, omdat de risico's zijn wel groot. En kijk, vandaag tenminste, het is een goede voorbeeld. En stel dat Bitcoin een 10% daalt, dan gaat de hele cryptomarkt erachter. Dus dat doe ik eigenlijk niet. Mijn projecties worden beter gedaan voor een 4 uur grafiek. Dat is een uitslag voor 1 of 2 dagen maximaal. Of in een dagse grafiek, dat is voor 10, 6, 10, 15 dagen. In een weekse grafiek, dan kijk je voor 2 of 3 maanden. Dat heb ik goed uitgelegd op mijn website vandaagcrypto.nl. Dan heb je op patronen, indicaties en daar staat in de sectie van trading, als het goed is. Ik heb de laatste, ja, de website, ik denk
de laatste 2 weken niet geactualiseerd. Dat, ja, weinig tijd, is super druk. Maar ik probeer nogmaals even hier met jullie al delen wat ik allemaal kan. Maar nou, nogmaals, je zou niet rijk van worden. En als je andere crypto's, kanalen op YouTube of Twitter of weet ik veel, ga je nakijken, daar ga je ook niet rijk van worden. Sommige mensen hebben ze wel geïnvesteerd of ingelegd in een crypto waar bijvoorbeeld 6-0 achter te komen zijn. En nu kost 1 cent of 10 cent. En ja, ook rijk, ook niet. Want tegenwoordig en rijk is iemand die miljarden heeft. Dus heb je 1 miljoen euro's, dan ben je niet rijk tegenwoordig. Door de inflatie en dingetjes, die ga ik ook nu vertellen. Nou, er zijn nog 5 minuten. Kijk, ik probeer zo snel mogelijk te gaan, maar kijk, bij 6 minuten voorbij. Wat is de andere ding? Ja, over die cryptos in de exchange. Ik zou niet doen, kijk, onze analyses eigenlijk zijn voor 1 tot 2 dagen. Meestal 2 dagen. Tot 20 uur ongeveer. Voor deze korte trading hoef je je crypto's niet van de exchange te halen. Omdat het is eigenlijk zinloos. Als maak je in de schatting dat de crypto gaat groeien. En uiteindelijk groeit niet zo hard. Dan zou je die commissies of de transactiekosten betalen vanuit de exchange naar de Ledger of Trezor. Dit zijn de cold wallet, dus een hardware wallet. En als je terugstuurt, dan moet je weer gaan betalen. Dat is zonde. Wanneer is dat aantrekkelijk eigenlijk? Kijk, als je voor de eendaagse grafiek kijkt of een weekse grafiek. Het is beter en nog veiliger als jij je crypto's naar de Ledger stuurt. Dan ben jij eigenlijk de 100% de beheerder van je crypto's. Je bezit jouw crypto's. Omdat als je bij de exchange laat, het is precies hetzelfde als met de fiat geld. Dus je hebt geld in je bankrekening en je kijkt op de app en heb je, om af te ronden, 20.000 euro, 10.000 euro, maakt niet uit, 1.000 euro. Maar dat is een belofte van betaling. Dus de bank laat je weten dat je hebt deze hoeveelheid in de bank. En als je ooit gaat dit halen, dan hebben ze dat in een kistje of ergens opgeslagen. Maar dat is helemaal niet. En daar gaan we ook bespreken. Nou, zolang je crypto's in de exchange zitten, dat is een belofte van betaling. Maar als je je crypto's van de exchange uithaalt naar een wallet, dan heb je echte crypto's in bezit. Nou, ik hoop dat duidelijk is. Nogmaals, ik had op zaterdag denk ik een soort reclame gemaakt waar ik helemaal geen geld krijg over Ledger.com. Daar kan je de Ledger kopen, Nano S of Nano X. Ik heb 2 Nano S, omdat eigenlijk een Nano S is te klein voor crypto's. Ja, niet te klein. Er passen honderden crypto's als je wil. Maar de capaciteit, dus de geheugen of de hoeveelheid apps die erin passen, zijn 1 of 2, 3 soms. Dus je moet iedere keer deze app in de Ledger eraf doen. Zo kan je een nieuwe installeren. En dan ga je bijvoorbeeld naar Ethereum. Dan moet je Bitcoin desinstalleren. En daarna, dus moet je zo gaan doen. En ik heb de Ledger Nano X besteld. Zo kan je in de Nano X kan je allemaal installeren volgens mij. En de laatste, de derde ding, dat moest ik eigenlijk aan jullie vertellen, is waarom heb ik zoveel vertrouwen in Bitcoin? En waarom mensen zou in Bitcoin moeten vertrouwen? En daar kom ik met de sterke of zwakke munten. Ik denk dat ga ik eerst voor het derde punt beginnen. Kijk, ik ga even nogmaals, zoals altijd doe, even kijken dat alles in orde is. Anders is gewoon zonde hier alleen praten en jullie mijn Spaanse kopje te kijken. Even kijken. Ja. Nou. Heb ik hem zo. Nou, ik ga even scherm uitdelen. En dan gaan we hier. Ik hoop dat het goed is. Ja. Nou, we gaan even uitbreiden en uitbreiding maken over de prijs. Dat is superleuk. En dat heet eigenlijk, waarom zou ik in Bitcoin vertrouwen? En waarom zou je in Bitcoin moeten vertrouwen?
Ga beter zo doen. Ze kunnen mij ook zien. Ik vind mezelf niet mooi, maar het is wel een beetje... Even kijken. Zo, in een betere kwaliteit. Nou, ik ga je... ik heb het speciaal voor jou in het Nederlands gezet. Hier staat M1. Wat betekent M1? M1 is volgens mijn begrip contant geld die in verkeer zit. Dus de afgedrukte contant geld. We kunnen zien eigenlijk vanuit 1975 hoe is allemaal gegroeid. En sinds 2008, dus eigenlijk in oktober 2008, werd Bitcoin door Satoshi Nakamoto gepubliceerd via een e-mail, als ik niet verkeerd zeg. En dat was om een soortelijke crash in boers in Amerika te voorkomen. Dus wereldwijd. Nou, wat zien we hier? Nou, en echt zonder controle en zonder toezicht en stijgende afdruk van verse geld, waar echt hartstikke gevaarlijk is voor onze economie. Omdat hoe hoger zit deze grafiek, hoe armer jij wordt. Dus eigenlijk je euro's of de dollars die jij in bezit hebt, worden ze minder waard. En dat is eigenlijk belangrijk dat jij dit kan begrijpen. Kijk, tot nu heb ik weinig volgers, maar ik denk dat deze informatie super belangrijk is voor iedereen. Het gaat niet om Bitcoin. Mensen denken dat Bitcoin een secte is. En dat jij moet iedere keer mensen brengen om de munt laten groeien of zo. Het gaat niet om. Het gaat erom, deze is een stopgezet. Wat betekent dit? Dat betekent dat de laatste datum, ga ik even die kleiner maken. Kijk, de laatste datum, het is februari 2021. Sinds toen houden ze helemaal geen boekhouding of controle over de afdrukken van geld. En dat zeg ik niet. Ik ben eigenlijk niemand. Ik ben zo klein met de maatschappij. Ik ben niemand. Zelfs. Kijk, ik kwam hier in Nederland in 2015. Ik had helemaal geen verstand over crypto's, over financiële zaken. Om daar mensen in de Spanje, het is de bevolking of tenminste de overheid, denkt hoe dom worden mensen opgevoed. Hoe harder gaan werken voor geld en ja, minder zorgen gaan ze maken. Dus eigenlijk de regering of de overheid in alle landen, de bevolking hoe dommer is... Omdat op school word je niet geleerd over percentages of investeringen. Of over administratie wel. Maar administratie voor bedrijven. Niet in jouw voordeel. Maar ja, je wordt opgeleid. En je wordt eigenlijk opgevoed met je moet een baan zoeken. Je moet contant geld sparen. Als ooit wat gebeurt. Nou, contant geld of in de bank is precies hetzelfde. Het is fiat geld, dus wc-papier. Maar ik hoop dat het wel begrijpelijk is. Kijk, in 2020 in april, die werd eigenlijk zo gestegen. Dan ga ik even kijken. Als ik er even een meting van maken, volgens mij niet. Kan ik dat niet meten? Die percentage eigenlijk. Maar dit zijn miljarden dollars. Miljarden dollars. Dus we zaten eigenlijk op 4.898,5 miljarden dollars in verkeer wereldwijd. Dus alle dollars die bestaan. En ineens, in één maand tijd, zaten we op 15.982,1 miljarden dollars. Wat gebeurt als over iets een macroproductie wordt? Kijk. Stel dat mijn auto uniek in de wereld is. Dan zou iedereen gewoon... Ja, stel jij de prijs. Het is de enige. Het is hartstikke duur. En zou de allerrijkste mensen gewoon... Een blanke papier... naar je keus. Nou, zeg jij het bedrag. Maar als jouw auto 1 tussen miljarden is... Dan wordt het niet zo waard. Dus precies hetzelfde met dit. Dat is eigenlijk geen solide munt. Het is eigenlijk een oplichting voor de bevolking. Maar de mensen zien dat niet. Ik hoor nog steeds van mensen van... Oh, ik krijg een stijf met...
Oh, met de geur van de contantgeld. Je bent eigenlijk dom. Kijk, we proberen zoveel mensen wakker te maken. Over andere zaken. Maar het gaat om financiële zaken nu. Kijk, het is eigenlijk slecht voor je economie. Je werkt keihard voor geld. Je krijgt een salaris. Maar alleen maar doordat, dus eigenlijk een slechte beleid en een slechte omgaan met de controleren van die soort overheden. Het gaat te slecht. Dus, kijk, je had bijvoorbeeld 5 jaar geleden 5.000 euro in je lager gestopt. En dan ga je ze 5 jaar later opnieuw tellen en je hebt toch natuurlijk nog steeds 5.000 euro. Maar de waarde van deze 5.000 euro is niet hetzelfde en minder, nog sterker nog, met deze grote stijging. Kijk, het is zo simpel. Kijk, voor mij was het makkelijk gewoon nu op de bank gaan zitten en tv gaan kijken of zo. Maar dat doe ik niet. Ik probeer zoveel mensen wakker te maken met deze zaken. Mensen zeggen in de eerste van de jaar, dus in de eerste januari elke jaar, de prijzen van alles is gestegen. Nee, jullie zeggen dat verkeerd. De prijzen van de dingetjes is wel gestegen, maar zeg het andersom. De munt die jij gebruikt om het dak te kopen is nu minder waard. En door deze soort gebeurtenissen die gebeuren. En niemand dat weet. Kijk, om een democratische land te kunnen noemen. Nou, die heeft niks te maken met Nederlands. Dat heeft te maken met Amerika. Maar ja, de dollar is wereldwijd eigenlijk een soort standaard. Maar een democratie eigenlijk is waar jij als je weet alles over de overheid. Maar wij weten helemaal niks. Er wordt achter de kamer alles besloten en je weet helemaal van niks. Omdat wij te dom zijn voor dit soort zaken. Maar kijk, het is van, af te ronden, van 5.000 miljard dollar tot bijna 16.000 miljard dollar. Dat is echt super slecht voor je economie. Maar waarom? Dat was de eerste vraag. Ik hou echt van praten, mijn excuses. Het kost tijd en tijd is geld. Kijk. Precies, hè? 4 mei. 4 mei. Maar de stijging was op 27 april 2020. Wat gebeurde dan met Bitcoin? Gaan we even kijken. 20 april hebben we gezegd. 27 april. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. 27 april. Nou, zoiets. Nou, hier, precies. Blauw? Waarom blauw? Je bent gewoon wit. Nou, zo. En als ik kan ietsje dikker. Een 3. Waarom een kruis, joh? Nou, ik had hem echt perfect op 27 april. Dan moet ik weer gaan zoeken. Hier. Nou. Wat gebeurt met de prijs? Daar ga ik tegen jou wat vertellen. En waarom zou je met Bitcoin kunnen vertrouwen? Kijk, en na deze grove daling van 50%, mensen werden niet bang. Ik ook niet. Ik stopte nog meer geld op de markt. Waarom? Kijk, na de 27 april 2020 tot vandaag, het is de prijs van Bitcoin 6078% gestegen. En dat betekent dat jij een inleg had gedaan van 1000 euro, 27 april 2020, 678% winst heeft gemaakt over jouw 1000 euro. Gaan we naar die fiat geld. Misschien kan ik via TradingView kijken. M1 geld, ik denk dat deze is. Ja, nee, dit is het. Deze is. Kijk, dan zie je op 27 april... En de stijging. Nou, tot vandaag is jouw munt, jouw euro, jouw dollar, jouw yen, jouw roebel, het maakt niet uit, is bijna 400% minder waard. Daar moet je vergelijken. Waarom zou je blijven met, ja, waarom zou je willen blijven met de fiat geld? En waarom denk je dat de banken geen contant geld willen. Ze zeggen dat, nee,
wij willen de crypto's niet, omdat dat is een witwassen. Nou, maar de meestal van alle strafbare feiten worden gepleegd met een contantgeld. Nou, dan willen wij dus de cashgeld niet. Nou, maar dat maakt niet uit. Overheden, banken, rijke mensen maken een oplichting met belastingen. Een oplichting met gewoon met die account. Ze voegen meer nuls achter of corruptie in de overheid. Dat gebeurt niet meer met contantgeld. Dus het gebeurt eigenlijk met, ja, hun bepalen eigenlijk wat allemaal gebeurt. Kijk, maar dat is kortom, de crypto's, zoals Bitcoin, gaan we weer omhoog. Met Bitcoin sinds 27 april tot vandaag had je af te ronden 700% winst over jouw inleg. Dus over jouw geld. De geld die jij keihard werkt om dat te verdienen of te maken. Maar met fiat geld, die is deze, heb je een 350% minder. Ja, niet letterlijk. Dus ik bedoel, deze is niet de grootste, hoe je dat, de waarde die je verliest, de euro, maar dat is eigenlijk hoeveel meer dollars zijn uitgedrukt in de economie. Maar eigenlijk daarna kan je zelf een percentage maken of wat zijn de consequenties voor jouw contantgeld. Daar gaat het om. En daarom, het is eigenlijk een goede reden om waarom, niet in alle crypto's, maar wel om voor Bitcoin kunnen vertrouwen. Omdat Bitcoin de sterkste munt ter wereld tegenwoordig is. En als, ja, als iemand tegen jou zei, ja, maar dat is geld die ergens op internet zit en het kan gemanipuleerd worden. Ja, het kan gemanipuleerd worden. Maar en dat, en jouw fiat geld, en jouw contant geld, is niet gemanipuleerd dan? Kijk, ik had hem in de vorige video gezegd, inflatie is de vieze belasting die kan voor je neus gooien. Het is, kijk, de inflatie, je merkt eigenlijk de inflatie als jij naar de supermarkt gaat voor een blikje melk kopen, of als ga je vlees kopen, dan merk jij de inflatie, omdat die prijs is gestegen, betaal je veel meer. Maar ik bedoel, dat zijn eigenlijk belastingen die worden omhoog gegooid, omdat het levensniveau en dat noemen ze dat. Nou, ik heb eigenlijk deze taalniveau niet. Maar kijk, de inflatie, het is de vieze belasting die over het geld zit, omdat je hoeft eigenlijk de actie van het kopen of wisselen, je hoeft deze actie niet uitvoeren. Je geld wordt automatisch minder waard. En je hoeft niks te doen. Dus eigenlijk, je hebt minder geld. Je hebt hetzelfde geld. Ja, als ga je optellen, heb je precies hetzelfde geld. Jawel, maar het is minder waard. Kijk, er zijn 23 minuten in deze video, maar ik hoop dat wel geholpen. Ja, ik probeer het eigenlijk mijn best doen, dus de best helpen. Kijk, mijn taal is niet de beste, maar snap je toch? Het is gek dat jij vraagt tegen de mensen, joh, tenminste zou je een 0,01 bitcoin hebben. En dat is tegenwoordig zoiets van 500 euro. Het is niet zoveel. Maar als je gaat tellen hoeveel mensen in de wereld zit en hoeveel bitcoins kunnen gemined worden, het 0,01 zou misschien in de komende 20, 25 of 30 jaar hartstikke rijk van maken. Door 500 euro. Weet je hoeveel geld hadden ze gemaakt? De mensen die hadden alleen maar 1000 euro ingegooid in Amazon. 25 jaar geleden. Vandaag hoef je eigenlijk de hele leven niet meer werken. Maar ja. Gaan we aan de slag met de analyse eigenlijk. Vandaag geen analyse voor crypto's. Omdat, kijk, ga even scherm uitdelen. Dus we hoeven eigenlijk geen crypto's uitdelen. Oep. Ja, zo met mijn kopie erop. Kijk, we moeten eigenlijk geen crypto's analyseren. Moet je kijken. Wat wil je kopen? Ik zou niks kopen. Ga je iets kopen? Ja, buy the dip. Kijk, nu lijkt het een beetje gestabiliseerd is. Dus misschien zou je wel kunnen durven kopen. Ik heb niet gekocht en ik heb niet verkocht. Ik heb geen actie afgevoerd, helemaal niks. Ik heb wel een
Kijk zelf, als iemand tegen jou zegt, in de cryptomarkt heb ik nooit geen cent verlies. Het is een leugen. Iedereen verliest geld op de markt. Kijk, vandaag werd een positie van mij op Ethereum met een 8x geliquideerd. Wat betekent dat? Ik profiteer de schulden, dus ik vraag een soort lening. Ik leg bijvoorbeeld 1000 euro en dan doe ik een 8x. Dan krijg ik 8000, nou eigenlijk 7000 euro van de exchange. En daar ga ik investeren in Ethereum. Maar als de prijs loopt de andere richting, dus als ik had gezegd van nou de prijs zou stijgen en de prijs daalt, zoals vandaag, en tikt mijn liquidatieprijs, dan verlies ik dat geld. Dus voor, het is echt kut, door $20, door $20 naar een grondige analyse, door $20 werd mijn positie geliquideerd. Door $20. Ja, het kan gebeuren. Hey, ik heb eigenlijk, denk ik al, 14, 15 posities in long en in short, gewoon met winst. En 10%, 8%, eentje die staan, nee, twee staan op Telegram groepje van een 45%. En andere met een 53%, denk ik. Maar vandaag heb ik wel, tenminste op Ethereum, een min 100%. Dus mijn positie werd geliquideerd. Dus ik heb er helemaal geen winst van gemaakt. Dus alles wat heb ik ingelegd is gewoon weg. Maar mijn long op Bitcoin, het is niet geliquideerd. Omdat ik de prijs, liquidatieprijs, beneden van de $57.000 heb. Dus tenminste heb ik mazzel gehad. Nou, gaan we even een soort herinnering van maken. Van wat is allemaal gebeurd. Omdat hier zit ook een collega van mij. Hij is die Spanjaard met net korte haar. Kijk, repeat analyse van ja, vorige week. Maar goed luisteren wat de Spanjaard te zeggen heeft. Ik ga even nogmaals checken dat alles in orde is. Ik ga even... Nou. We zeggen dat nu al, 11 november 2021, omdat in de komende dagen zou Twitter vol zitten met slechte nieuws of de media of je favoriete YouTuber, die zou zeggen waarom Bitcoin is gedaald. Ja, de volgende beweging van Bitcoin is naar beneden. De volgende beweging van Bitcoin is naar beneden. En we zaten de eerste drie rode kaarsen. Dus we zaten ook veel eerder eigenlijk. Ze kwamen met slechte nieuws dat de SEC in Amerika, de ETF, niet goedgekeurd was. Ik weet niet of ze... Zaten op Twitter. Ja, Twitter is eigenlijk een tijdverspilling. Ja. Maar... Daar had ik gisteren gelezen van, nee, de daling van Bitcoin, de schuld is van la SEC. Dus die ETF van Bitcoin is niet goed gekeurd. Dus daarom alle mensen die investeren in Bitcoin zijn weggegaan, omdat ze zijn... Ja. Dus hier, deze kaars. En we waren al 1, 2 en 3 dagen met een daling van ongeveer $4500 naar beneden. En daar kwamen ze dat de daling de schuld is van de SEC. Dat de ETF niet goed gekeurd was. Maar we waren al 3 dagen met een daling. En we hadden al zeker een analyse en een projectie gemaakt met deze daling. Gaan we de volgende projecties zaterdag bearish. 3 dagen van tevoren, jongens, wisten we dat al. Kijk, we gaan even laten praten in Spanje, anders wordt hij boos. Weet je, is dat zo stil, dan wordt hij straks boos met mij. Het is een collega die werkt op een ander kantoor, weet je. Dus gaan we even laten praten. Dat is heel jammer. Maar ik zit te wachten eigenlijk op Bitcoin. Hier beneden. Nee. Nee. Weer een gele box. De magische. Nee, je zit onder de MA.
dan gaan we naar nul. Een geweldige voorspeling in Game Books. Ja, de schatting of de prijs van Bitcoin is bearish. Laars. Maar hey, geen handen op je hoofd zou, hoeft helemaal niet. Dat zijn goede nieuws. Daar zou je nog met meer redenen en met meer kracht een dikke long kunnen boosten of gewoon gerust in de spot kunnen komen. Die man heeft geen hart. Hij koopt, ja, ik bedoel, hij, deze Spanjaard, heeft geen gevoelens. Hij koopt en verkoopt en kijkt de prijs nooit. Ja, jawel, om te kopen en verkopen, maar hij wordt niet verliefd van Bitcoin. Hij verkoopt de Bitcoins. Nou, wel voor trading. Die hold staat wel in de ledger opgeslagen. Maar ik bedoel, nou, hij is niet bang. Hij is nooit bang. Kijk, ik ben toch eerlijk. Geen YouTuber of geen trader zou je zeggen, nou, ik heb een positie verloren. Nou, ik heb vandaag wel een positie in Ethereum verloren, maar tenminste van Bitcoin, de analyse eigenlijk is wel goed geprojecteerd. En we hebben al wekenlang, tenminste 3 of 4 weken geleden, alle projecties achter elkaar goed op een rijtje. Altijd gewoon raak. Nou, kijk, soms, ik zit te denken dat ik moet eigenlijk stoppen met het herinneren van verschillende video's, omdat ja, iedere keer wordt de scherm kleiner. Maar dat was van afgelopen donderdag, denk ik. Deze groter was van afgelopen zaterdag. En de grootste die is van vandaag. Dus we wisten al sinds afgelopen donderdag. Kan dat nou? Kijk, dan gaan we naar... deze vind ik belangrijk. Dan gaan we gewoon door. Maar de projectie op een daagse grafiek. En wat is een projectie voor een daagse grafiek? Dat is een projectie die maken we voor meer langer dan 2 dagen. Omdat korter dan 2 dagen hebben we de 4 uur grafiek. Nou, gaan we naar de eendaagse grafiek. Deze. Grafiek. Je hoeft niet blind te zijn om dat te zien. Ik zou even zo doen. Misschien even nog een toekomst. Niet zo veel. Zo is prima. Nou, dat is een bearish directionaliteit. Een bearish directionaliteit. En bearish divergenties moeten altijd gerespecteerd worden. Altijd. Okay. Dus vanaf hier had ik al op de video gezegd. Deze lijntjes moeten niet zo dikker misschien. Ja. Dus vanaf deze lijntje, dus ietsje later, had ik al gezegd van Bitcoin zal een ronde dak maken. Al 2 weken geleden. We zaten toen daar. Dus ik zie hier maar een 14e kaarsen. Dus misschien 3 weken van tevoren wisten we dat al. Maar ja. Dus wat hebben we hier? Andor. Een ronde dak. Ja. Hoe hoog? Weet ik niet. Jij ook niet. Ja. Maar stel deze bearish divergentie al klaar is. Wat ik probeer te zeggen in een 4 uur grafiekje. Is dit. Zie je de lijntjes? Kijk. In een 4 uur. Ik verwacht de laatste pump up. Van Bitcoin. De laatste. Ongeveer op dezelfde hoogte. Van de laatste hoogste punt. Dus geen doorbraak. Geen doorbraak. Gaan we snel kijken. Op een 4 uur. De prijs was tot hier gekomen. Geen doorbraak. Ik verwachtte tenminste de prijs dat, ja, ongeveer op deze hoogte. Maar in ieder geval, de projectie van de prijs ging uiteindelijk wel omhoog. We zaten, kijk, 2 groene. Even kijken, 2 groene. We zaten hier. We hadden de voorspeling dat Bitcoin omhoog zou gaan. Wat doen we dan? Nou, het is niet meer gestegen. Ik had eigenlijk de prijs verwacht, eerlijk gezegd, tot hierboven ongeveer. Maar wat doen we tegen deze situatie? 1 keer de prijs is omhoog gegaan en de EMA is doorgebroken.
Dan maken we geen risico's voor een pinbar naar beneden. En dan wordt je positie niet geliquideerd. Dat is voor een leverage. Voor mensen die 10x of 15x of 20x gaan. Maar als je voor spot gekocht hebt, heb jij een spot gekocht, dan gebeurt helemaal niks. Heeft de prijs de MA doorgebroken, dan ga je die stop limit of de stop los op je instapprijs. Dat hebben we al verteld. Gaat de prijs hoger, dan zet jij de stop limit of de stop los hoger. Nou, de prijs stijgt niet meer en de stop met stijgen hadden we ook op het Telegram gehad. Ik denk dat, even kijken, zaterdag of zondag was. Als de indicator het nulpunt raakt en de prijzen stijgen niet, het kan het gevolg zijn van een nieuwe tegenslag. Dan zetten we de stop los en of stop limit op de instapprijs. Voorlopig is het prima. Totdat de indicator het nulpunt raakt, zijn er nog ongeveer 8 of 12 uur. En dat was het zo. Toen zaten we boven de MA. Hier. En wat deed ik dan? Stop los en een stop limit zetten. Behalve Bitcoin en Ethereum. Omdat ik had eigenlijk geschakt, of tenminste geanalyseerd voor mezelf, dat bepaalde grenzen de prijs niet zou komen tikken. Maar nou, in Ethereum door $20, het is mijn positie weg. Maar ja, door $20. Maar met Bitcoin moest eigenlijk nog $2000 naar beneden gaan. Maar ja, die is nog steeds open. Maar ja, dat is het scenario. Die werd voorgespeeld. En dan gaan we even nog laten doorgaan. Anders wordt hij boos, hè? Dat verwacht ik. Geen doorbraak. Maar wel. En een pullback omhoog. En dat zal de laatste bullish pullback in een 4 uur. Ja, pull up. Maar de laatste. De laatste omhoog. De laatste bullish. En wat is er nou gebeurd na de laatste bullish beweging? Gaan we even laten praten, omdat hij heeft gelijk weer. Omdat daarna zou de bearish divergentie van een daagse grafiek ingaan. Dat, we hebben wel de tijd. In een daagse grafiek is voor 10 dagen, 20 dagen ongeveer. Zoiets. Kijk, die 20 dagen ongeveer zijn al voorbij, misschien iets meer, maakt niet uit. Maar als de bearish divergentie helemaal afgemaakt is, ren voor je leven. Goed luisteren. Als de bearish divergentie afgerond is, ren voor je leven. Nou, gaan we naar een daagse grafiek. Gaan we naar een daagse grafiek, jongens. Kijk, ik zeg het nogmaals, ik ben niemand. Ik ben niet rijk, ik heb geen groot huis, ik heb geen Porsche voor de deur. Daarom, dus kijk, als ik het eigenlijk, als je kan zo goed projecteren en ik ben niet rijk, dus mensen zonder studie en mensen zonder kennis over grafiekjes, hoe zullen ze rijk worden? Ze gooien €100 op Shiba, hè, of €100 in Dogecoin en denken ze dat ooit zou je rijk worden. Maar dat gebeurt ook met de lotto. Dan ga je maar een straatsloto kopen en dan zou je ook ooit rijk worden. Maar ja, kijk, als je groter maakt dit, hebben we weer met die bearish divergentie die helemaal bevestigd is. Nou, was. Hier. En wat zei ik dan? Ren voor je leven. Ren voor je leven. Wat doe je daar? Nee, hierboven was een aanbieding. Hier moest je kopen. Daar gingen we naar 500.000. Nee. Kijk, we gaan de doorbraak van de laatste hoogste punt en dan word je verneukt. Zo gaat het. Het is altijd hetzelfde spelletje. Kijk, en vandaag is er bijna 10% gedaald. $6000. Eigenlijk meer, maar we zitten daar nu. Gaan we even de laatste stukje nog luisteren. Zo gaat het altijd. Dus ik verwacht de laatste pullback. En dan na een bevestiging van een bearish divergentie, dan verwacht ik een daling tot de MA. Nee. Of tenminste, beste scenario zou zijn, een range. Nee. 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 Dus
Een pullback tot de MA. Wacht. Zie, dan verwacht ik en daling tot de MA. Of tenminste, beste scenario zou zijn. In ieder geval ging omhoog niet. Mensen die... Ik kijk ook één crypto kanaal van YouTube. En daar hadden ze de Fibonacci, de Golden Pocket van Fibonacci. Die ik denk dat 0.6 of zo is het. Weet ik veel, 1.5 of een 0.6. Weet ik niet. In ieder geval, dat was omhoog. Als deze punt raken, dan zit de prijs los in de lucht. Dan gaan we naar 100.000, 2.000, 3.000. Geef jij de prijs dan. Maar we gingen in ieder geval niet naar boven. En we hadden gezegd, na bevestiging van een bearish directionaliteit, een bearish divergentie, ren voor je leven. En dat tenminste een pullback tot de MA zou plaatsvinden. Hey, daar zit de MA. Kijk, en ik werd eigenlijk in het begin van deze kanaal, werd ik op een Cardano groepje op Telegram belachelijk gemaakt. Omdat deze soort projecties maakte. En toen waren daar die professors. Die zeiden van. We zaten bijvoorbeeld toen. Ik denk dat hier of hier. En toen zaten we daar. En nee. Dan gaan we de lucht in. Man, wat zeg je nou. Die Bitcoin is aan het stijgen. Nee. Kan toch niet. Ik werd belachelijk gemaakt. Zelfs hadden ze een meme van mij gemaakt. Met een domme gezichtje. Met. Ik heb gestudeerd en weet je, dus hey, succes ermee. Ik ga niet achter jou van hey, ga je even abonneren op mijn YouTube kanaal en ga je even die video gewoon een like geven. Nee, kijk, als je hier bent op deze kanaal, ik ga nooit zeggen wat jij wilt horen, nooit. Op deze kanaal ga ik je nooit zo haaien van ja. De prijs is niet gestegen omdat de SEC in Amerika heeft de ETF niet goedgekeurd. Maar ja, wie zou dat kunnen weten? Satoshi Nakamoto ook niet. Dus ik ook niet. Nou, de prijs is gedaald. Wat kunnen we doen nou? Buy the dip, zeggen ze. Dus de dip koop. Nee, dat doe ik hier niet. Wat doe ik hier? Waarschuwen. Het geld verdienen komt pas als jij leert geen geld verliezen. Zo gaat het. Omdat als je had bijvoorbeeld op deze hoogte je stop loss gezet. Kijk, deze daling. Na het raken van deze punt, die heb jij als een stop loss of een stop limit. Dan ga je naar euro's of een USDT of andere crypto. En ja, crypto, stablecoin. Maar daalt de prijs een 10%. Dan kan je hier beneden meer kopen dan toen op hetzelfde hoogte waren. Snap je dat? Dus je hebt deze stukje winst gemaakt. We hadden deze daling al gewaarschuwd. Dus hier kan je nog meer crypto's kopen dan toen jij hier was. En we hadden deze daling ook voorgespeeld. Dus eigenlijk, je zou moeten hier de route hebben gegaan. En hier beneden kan je meer crypto's kopen. Meer crypto's kopen voor hetzelfde geld. Nou, ik denk dat duidelijk is. Kijk, we zijn geen yogis van de basisschool. Nou, kijk, vandaag ik ga helemaal geen analyse van de markt maken. Kijk, het is toch duidelijk. Hier heb je hier kan je twee beslissingen nemen eigenlijk. Of ga je kopen, maar niet voor hold. Omdat we hebben nog steeds het gevaar van de bearish divergentie in een weekse grafiek. Die is ook al bevestigd. Zit hier. Die kan nog veranderen. Ja, die kan nog veranderen. Zoals hier. Die was veranderd. Oh. Bitcoin is een dubbel, we gaan dan nog. Nou, nee, dat wou ik eigenlijk niet. Kijk, zoals hier werd ook de bearish divergentie, de bearish directionaliteit bevestigd.
Maar omdat de kaars hier boven dicht was na de afloop van de week, dan werd het weer bullish. Wat betekent dat? Stel dat deze kaars die we momenteel vandaag hebben, sluit hierboven en de komende kaars nog hoger gaat, zoals hier bijvoorbeeld, dan zou deze ook lichter groen worden. Maar dat hebben we nog steeds te maken met de bearish divergentie. Dat hebben we sowieso. Echt totaal onafhankelijk van wat de prijs doet eigenlijk. De bearish divergentie bestaat al. Maar stel dat deze kaars zo tot hierboven komt en de volgende week gaan we een iets hoger, dan zou deze van de kleur veranderen, of tenminste krijgen we weer een linkergroen. Maar dat is ook geen bevestiging van ga maar erin, omdat de bearish divergentie is al informatie. Ik hoop dat het duidelijk is. Nou, maar kijk, na zo'n grote daling, mensen zeggen, wat moet ik doen eigenlijk? Moet ik verkopen? Moet ik kopen? Nou, stel dat deze scenario hier gebeurt. Nou, stel hè, het kan gebeuren. Het kan gebeuren. Kijk, momenteel, het is de lichte groen niet. Dus momenteel is de bearish divergentie bevestigd in een weekse grafiek. In een weekse grafiek gaat het langzamer. Maar het kan wel, kijk, hier gingen we in 2 weken tijd een 50% naar beneden. Dus, het is wel mogelijk. Ik heb de glazenbol niet, weet je, dus het is wel mogelijk. Maar wat zou ik met Bitcoin doen? Ik persoonlijk, als Bitcoin hier komt, dan ga ik meer kopen. Mensen gaan verkopen. Mensen die hierboven de laatste dollar hebben gekocht, omdat we gingen ergens in de lucht naar 1 miljoen, 2 miljoen, weet ik veel. Mensen die daarboven hebben gekocht, zullen ze opnieuw op hetzelfde hoogte zitten. Of hier. Maar in ieder geval, ze zullen weer terug naar de kooppunt komen. Dus geen verlies als jij dat geld niet nodig hebt en dan kan je daar laten zitten. Dan ga je ooit weer op hetzelfde punt komen. Maar stel dat Bitcoin, ja, misschien een optimistische MA heb ik getekend. Dan gaan we met vlakken doen. Kijk, stel dat de prijs zo doet. Ik ga hier meer kopen. Maar de mensen die hier hebben gekocht, gaan ze hier verkopen. Omdat, mijn belegging, dus eigenlijk mijn geld, is vandaag, 50% weer. Nee, het is een 30% minder waard. Dan ga ik verkopen, omdat, stel dat nu wel Bitcoin een bubbel is, dan gaan we naar nul. Wat is het sentiment van de markt? Heard it here first. Bitcoin is going to zero. Zero. Ja, dat is het sentiment van de markt. Wacht even, moet ik het scherm daar delen. Dat is het sentiment. De gevoelen eigenlijk van de mensen. Maar stel dat Bitcoin tot hier daalt. Weer de $40.000. Ik ga meer kopen. Ik denk dat de prijs niet zou tot daar komen. Denk ik niet. Maar stel dat daar komt, ga ik meer kopen. Omdat, kijk op YouTube kanalen. Hier hadden we overal de internet vol. We gaan naar 10.000 weer. Omdat iedereen is te bang. En dan gaan ze massaal verkopen. En dan gaan we weer naar 10.000. 8.000. Dat is niet gebeurd. Dus als een Bitcoin hier komt, dan ga ik mijn broer verkopen om me in Bitcoins te investeren. Ja, dat ga ik wel doen. Ja, sorry broertje, maar dat ga ik wel doen. Omdat Bitcoin in een langer termijn, in een weekse grafiek, die voor jaren, voor maanden is, maar uiteindelijk wel 3-4 maanden is, het is nooit bearish geweest. Nooit. En op een maandse grafiek, dus voor een maand, het is nooit bearish geweest. Nooit. Nooit. Kijk, hier kan ik meer, geen uitbreiding kijken. Bitcoin, 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 Bitcoin. Kom op, hier. Hier wel. Hier kan ik wel meer maanden kijken. Kijk, het is nooit bearish geweest.
Nooit. Nooit. We kunnen nog terugkijken. Kijk, de eerste data bestaat sinds augustus 2011. Het is nooit bearish geweest. In een maandse grafiek. Nooit. Dus zelfs mensen die hebben ze hier gekocht, zullen ze ooit winst maken. Maar je moet natuurlijk, als er een pullback plaatsvindt, tot de EMA, hier zo bijvoorbeeld, dan moet je niet verkopen. Verkopen is beseffen of bevestigen dat jij gewoon verlies hebt. Dat moet je nooit doen. Maar kijk, daarom zet jij in een cryptomarkt geld dat jij in een korte termijn niet nodig zou hebben. Daarom zeggen ze altijd, je moet nooit investeren met geld dat jij ooit nodig zou hebben. Nou, dat is wel intensief deze video. Kijk, in een weekse grafiek. We hebben nog steeds te maken met die bearish divergentie. Het kan misschien over 2 weken de prijs hier zitten. Maar daar ga ik meer kopen. Maar persoonlijk, ik kan deze beweging niet schatten. Omdat, ik kan wel 1 beweging tegelijk analyseren. Maar kijk, voor Bitcoin momenteel. Ik heb eigenlijk niet genoeg informatie over. Dat zijn de 2 scenario's voor Bitcoin momenteel. Even zo tekenen. Of een range of een daling. Momenteel. Dus we gaan morgen niet. Zou ik de gelukkigste maand ter wereld zijn. Maar we gaan niet volgende week tot 100.000 komen zo. Echt niet. Dat gebeurt echt niet. Met een actief gebeurt echt niet. Omdat kijk hier hoe lang is het geduurd. Met de grootste stijging van Bitcoin ooit. Het is 160 dagen. Dus FOMO is ook niet goed. Het is een ziekte. Kijk, stel dat wij weer 150 dagen nodig hebben. Om het daar te kopen. Dan zit jij makkelijk op april van volgend jaar. Dus dat gebeurt niet. En als dit gebeurt, dan is Bitcoin wel een bubbel. En dan moet je rennen voor je leven. Nou, dat hebben we nog meer. In een dagse grafiek, kijk, nog de bearish divergentie die al bevestigd is, mijn verwachting is, dat deze nog een rode golf zou maken aan de onderkant en gaan we weer omhoog. Omdat Bitcoin, het is momenteel niet bearish, momenteel. In een weekse grafiek, ik heb nog steeds info over andere video's op YouTube kanalen. Hier hadden we over een dead cross. Klinkt bekend, een dead cross. Als deze 2 MA's van de 10 en 55 doorkruisen en die blauwe naar beneden, onder die groen, die bruine is, dan is een dead cross en dan gaan we naar 10.000. En hierboven, ergens was de MA van de MA 200 en de MA van weet ik veel nog. Het interesseert mij niet. En daarboven hadden ze over de Golden Cross. Kijk, en met de Golden Cross gingen we met deze daling. En daarna, hier hadden ze de Dead Cross en hadden we deze stijging. Kijk, het lijkt een lul, maar snap je toch? Toen iedereen met vat was, dus iedereen in paniek met deze daling. Dan was iedereen met de Dead Cross. En nu hadden ze hier met een Golden Cross. Dus het werkt helemaal niet, man. Dus volg helemaal geen nieuws en ga je van je leven genieten. Nou, in een 4 uur grafiek gaan we even analyseren. Kijk. In een 4 uur grafiek, zo te zien, ik zou niet kopen. Ik ga de richting op een 4 uur niet schatten. Ik ga niet doen. Vandaag niet. De ADX heeft kracht met positieve directionaliteit boven de 23ste punt. Dat betekent kracht in de beweging. En wat is de huidige beweging? Bearish. Ja, we kunnen vanaf nu gewoon omhoog stijgen. Zou kunnen. Maar mijn strategie laat mij hier niet kopen. Dat we hebben de ADX de kracht aantonen voor de huidige beweging. En dat is bearish. In een daagse grafiekje
Het is wel goed, is wel goed, dat de POC, dus eigenlijk de point of control, niet verloren heeft. Dit staat vandaag rond de 60.000 ongeveer. Ga ik even voor jullie de point of control kijken. Eventjes kijken. Zoals heb ik eerder gezegd, ik gebruik de point of control op een andere appie. Omdat ik betaal die TradingView niet. Dus ik heb de gratis versie. Even kijken hoor. Ja. Op een dagse grafiek 61.300. Kijk. 61.300. Dat is de point of control van vandaag. Het kan wel iets onder de point of control zitten, maar het belangrijkste voor mij is dat deze plekje niet verliest. Als de Bitcoin prijs, dus de prijs van Bitcoin, deze gele box verliest naar beneden. Als verlies, nou, dat is geen projectie, hè? Dus dat is eigenlijk een analyse die iedereen op YouTube kan doen. Maar als we deze positie, dus eigenlijk deze ruimte eigenlijk, tussen die 61.000 en de 58.000, als we deze plekje verliezen, dan hebben we tot de 27.000 niks die ons laat stoppen. Omdat de volgende point of control hieronder zit. Dus ik kan zo even. En pop. Dat is de point of control. Dat is de point of control. Het zijn waar meer volume en meer koop- en verkoopopdrachten plaats hebben gevonden. Ooit. En wat zijn dan? Kijk, die twee plekjes. Dit doet de laatste hoogste punt in het begin van dit jaar. En nu, het is de grootste. Dus eigenlijk is het iets moeilijk dat deze plekje zou verliezen. Deze, omdat... even kijken. Ik ga even voor jullie ook tekenen hoe het eruit ziet. Kijk, ik zit eigenlijk... van hierboven zo klein, klein, klein. Daarna zit hij erg groot. En nu zo klein weer. En dat, 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 dat. En tot en de 4, nee, 47, zoiets. En dat, 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 dat. Wat betekent dit? Hier zijn waar meer transacties plaats hebben gevonden. Eigenlijk verkopen en kopen. En mensen die naar de crypto wallets hebben ze de cryptos uitgehaald. En deze ook. Dus tussen deze point of control en deze point of control hebben we niks hier. Dus geen interesse, mensen die niet gekocht hebben of mensen die niet verkocht hebben, die ons kunnen redden. Maar dat is in het slechtste scenario. Maar ik verwacht dat niet eigenlijk. Persoonlijk. Ik verwacht dat Bitcoin momenteel gaat morgen uitbreiden. En ik zal op, kijk. Die zwarte kruisjes zijn ook niet wit geworden zoals hier. Dus eigenlijk... Ondanks de daling, het is eigenlijk nog niet volatiel geworden. Het is wel gedaald, maar het is niet volatiel geworden. Volgens mijn analyse. Maar sowieso had ik al op zaterdag en op donderdag gewaarschuwd dat er geen koopmomenten waren. Het waren plekjes om mezelf te beschermen of wegrennen voor je leven. Zoals heb je hier. Ren voor je leven. En hadden we hier gezegd. Dan, naar een bevestiging van een bearish divergentie, dan verwacht ik en daling tot de EMA. Dat werd gezegd, duidelijk. Nou, ik denk persoonlijk, ik kan vandaag helaas geen projectie of effectieve projectie maken van de prijs zoals afgelopen dagen, omdat na zo'n daling, het is nog moeilijk, omdat de zwakke handen, kunnen ze nog verkopen, omdat zijn ze bang van, weet ik veel nog. En ik verwacht dat de prijs zou hier ergens blijven en deze MA niet verliezen. Verwacht ik persoonlijk. En dat zou ergens ook weer hier gaan zitten.
Maar in de komende dagen. Deze week verwacht ik dat niet, omdat een dagse grafiek toont een projectie van de komende 10 dagen ongeveer. 10, 15 dagen. Dus dat betekent dat volgens mijn strategie deze week zou geen interesse hebben. Maar had ik ook in de afgelopen video, en dan stop ik ermee, toen we hier zaten, daalt Bitcoin. Als Bitcoin daalt, kijk hier, 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 hier en nog naar beneden. Waarom niet? En nog meer en nog meer. Kijk, we gaan nog kleiner maken. Ik ga je nu vertellen waarom deed ik dat. En hier en hier. Kijk, je moet je portfolio of je eurofondsen wel verspreiden. Niet het geld dat jij in de cryptomarkt hebt. Dus het geld dat jij bent bereikt om in de cryptomarkt te gooien. Dan zit jij niet in 10%, maar het is om jezelf een beetje makkelijker te maken met tekenen en zo. Kijk, je gooit op deze lijntje een 10%. Dan gooi je op deze een 10%. Dan gooi je op deze een 10%. Dan gooi je op deze een 10% van de huidige. Kijk, als je hier gooit een 10%, dan heb je nog een 90% in je portemonnee. Maar als je daalt, dan koop je een 10% van deze 90. En dan koop je een 10%, 10%, 10%. En dan koop je hier weer een 10%. Snap je? Stel dat de prijs... Ik heb het nogmaals gezegd, het klopt helemaal niet met 10%, maar om het sneller te doen met de kopieer en plakken, gaat veel sneller. En stel dat de prijs tot hier beneden komt. Je maakt een gemiddelde prijs hier. Dus je moet niet wachten tot hier boven een winst beginnen maken. Je moet alleen maar tot hier komen om een winst beginnen maken. Strategie tegen onverwachte bewegingen en momenten van de cryptomarkt. Dus mannen en vrouwen, Ik hoop dat mining voor jullie geholpen hebben. Nogmaals, ik geef helemaal geen financiële advies. Het is wel waar dat de laatste dagen en weken mijn projectie... het is kut, $20, man. $20. Nee, ik zie nog steeds de grafiekje van Ethereum kijken. En dat is zo goed, omdat Ethereum met euro's, maar ik had de schatting in een dollar. Het is eigenlijk goed. Dat jullie na een fout, gewoon jullie komen even analyseren waar de fout zit. Ik had geschakt eigenlijk. Kijk hè. De laagste punt, het is 4100 geworden. Ik had hem, en mijn liquidatiepunt, die zat bij 4135, 25, daar zat hij. Dus... echt een klein puntje. Kijk, op het laatste moment. Op het laatste moment. De MA heeft een stukje zo naar beneden gedraaid. Nee, door $20. Hey, kijk, welke trader of YouTuber gaat tegen jou zeggen. Gewoon open en eerlijk. Kijk, ik ben een positie gewoon kwijt. Die andere niet. Ik had alleen maar 2 posities geopend op dat moment. Maar eentje is gewoon fout gegaan. Het kan. Het kan. Ik ben niet perfect. Jij ook niet. Weet je, dus het kan. Maar kijk, nogmaals. Tenminste, een schatting van zaterdag wel geslaagd. En prima. Dat werd dan uitgelegd. Maar eigenlijk heb ik op deze grafiekje gemaakt. BTC, BTC, BTC. Kom op, zo moeilijk. Kom op. Nou, kijk hier. Ik had op deze grafiekje gemaakt. Maar kijk. Mijn schatting. Gele box. Het is de belangrijkste plekje voor Bitcoin. Je kan wel op een kleine grafiekje, zoals hier, korte trainings van maken. Maar daar moet je eigenlijk wel ervaring hebben. Omdat de prijs kan dit beginnen doen, weet je. Dus het is wel voor mij persoonlijk... Zoals in de zomer, ik denk begint in juli was dat. Ik zat 9 dagen, ook vanwege vakantie, maar 9 dagen dat ik geen trade had gedaan. Geen long, geen short, geen kopen, geen verkopen, helemaal niks. Omdat de markt was eigenlijk niet stabiel.
En mijn strategie laat mij niet kopen en ook niet verkopen. Kijk, ik heb ook vandaag niet verkopen. Dus ik denk, ik heb vandaag ook, om eerlijk en open te zijn, ik heb wel sommige crypto's verkocht. Maar ik ben deze week in mint 5,72%. Maar gaan we kijken naar een maand of een 1 jaar grafiekje. En daar zit hij wel met iets anders. Maar kijk, in een maand grafiek zit ik met een min 2. Dus ik bedoel voor spot, hè? Dus mijn fondsen van hold. Dus daar kijk ik helemaal niet naar. Maar ik bedoel, daar ga ik niet verkopen. Omdat we hebben nog de kans, of dat weet je, dat weet niemand, dat de prijs dit komt doen. En dan gaat hij weer omhoog. Dus ik vind het eigenlijk zo zinloos om te gaan verkopen. En mijn lotje, ja, en gewoon als een lotje gaan spelen van, weet je, dus dat doe ik eigenlijk niet. Maar voor trading wel. Trading had ik hier mijn Bitcoin long en Ethereum long. Ethereum long werd hier geliquideerd tot $20. Maar van Bitcoin is nog steeds, ja, in mint. Maar maakt niet uit. Mijn schatting is dat Bitcoin weer ergens hierboven zou zitten. En dan ga ik een video wel afronden, kom op. Kijk, we hadden ook over de laatste video met deze patroontje. Die had ik ook, ja, een beetje slecht getekend. Maar ja, kan wel. Kijk, die had ik zo getekend op de vorige video. Twee video's terug, denk ik. Ik zei ook, het kan eigenlijk, ja, het kan zijn dat het niet klopt in de tijd. Dat iets groter wordt, korter wordt, langer wordt. Maar de bedoeling eigenlijk. Kijk, het lijkt wel op. Zie je dat? Dus 3 of 4 keer eigenlijk. Deze telt ook mee. Dus 4 keer en laatste hoogste punt. De laatste, niet hoger dan de laatste. En dat betekent een veranderen naar een bearish tendentie. Nou, ga deze twee naar de huidige brengen. Ik weet niet of ze het kan. Ik heb deze beweegd, hè? Ja. Ik weet niet of ze dat kan of lukt. En deze. Kijk. Normaal gesproken een bull run, dus eigenlijk een bullish beweging, dat geeft verschillende laatste hoogste punten. En als de laatste hoogste, als de laatste punt niet de laatste hoogste punt tikt, dan komen we in een bearish tendentie. Maar dat is meestal in een daagse grafiek. Maar gaan we even in een 4 uur. Wat hebben we nu hier? Nou, die zou ik meetellen. Maar ik verwacht nog steeds dat de Bitcoin ergens hier zou komen. En weer een pullback. En daarna hier en naar beneden. En hier zou op deze hoogte plaatsvinden. Of de uitslag van bearish directionaliteit en bearish divergentie van een weekse grafiek. Ergens in de tweede week of derde week december. Daarin, voor kerst. Verwacht ik. Dus wees niet bang, man. Of vrouw. Wees niet bang. En als jij, zoals ik. Ik zie Bitcoin niet als dollar. Ik zie Bitcoin niet als euro's. Ik zie Bitcoin als technologie. Ik zie Bitcoin als investering voor de toekomst. Ik zie Bitcoin als de toekomstige sterkte munt ter wereld. Wel de tijd nodig. Kijk, met de ontwikkeling of de ontdekking van internet, die waren 15 jaar nodig tot de eerste gebruikt of nuttige gebruikt voor de internet. Die was de e-mail. De e-mail. Na 15 jaar van de ontdekking van de internet. En nu kunnen we niet zonder. Dus morgen als ze geen internet hebben, die valt de hele maatschappij of de hele samenleving plat. Dus daar gaat het ding. Dus Bitcoin is nu volatiel, omdat het kan gemanipuleerd worden. Maar vanwege deze reden, de hyperinflatie, de manipulatie van overheden en het vrij uitgeven van nieuwe geld in vergelijking met de stijging van Bitcoin. Ik durf tegenwoordig meer vertrouwen in de cryptomarkt dan in mijn bank. En dat had ik ook zelf verteld in vorige video's. Ik heb op de bank. Ik heb het op de bank alleen maar om de maandelijkse lasten te betalen.
Omdat met de huidige situatie, dat door een zogeheten pandemie, we maken, of hebben we te maken met een hyperinflatie of de grove stijging van de prijzen en zo. Ik durf eigenlijk niet om mijn geld op de bank te hebben. Ik heb een kleine portje eigenlijk contant. En de rest heb ik allemaal verspreid. Kijk, ik kan je wel zeggen dat tenminste 60% heb ik in de cryptomarkt. Tenminste 60%. En de reden is wat ik tegen jou verteld. Deze. Hier zit geen controle. Ik bedoel geen controle met wat ze doen. En hier is wel gecontroleerd. Hier wordt een bepaalde hoeveelheid bitcoins gemijnd in elke 4 uur. En daar wordt die halving en ja, dat is ook technische dingetjes. Maar daar zit eigenlijk de overheden en die mensen, de elite of mensen die daarboven ons leven bepalen, kunnen ze met hun vieze handen niet met bitcoin zeggen van we gaan nog 1 miljoen bitcoins creëren. En nee, dat gaat niet zo. Werkt zo niet. Dus, nou, ik heb veel gesproken. 1 uur en 10 minuten. Ja, ik zou willen, ja, ik zou graag willen gewoon korte video's maken, maar het is eigenlijk veel informatie. En het belangrijkste is hier binnen. Kijk, als je ziet dat vandaag je portfolio 2000, 3000 euro minder waard is, je moet deze grafiekje kijken. Deze. Dit. Kijk, je hebt geen 3000 euro of 4000 euro minder. Je hebt hetzelfde hoeveelheid crypto's. En ze zullen nooit boven de inkoopprijs komen. Zeker, 100%. Dus ja, maar de waarde van je fiat geld komt nooit meer omhoog. Gaat alleen maar omlaag. Altijd. Sinds de eerste data die in deze grafiekje zat. Even kijken. Kijk, in maart 1975, die gaat die grafiekje, ik even weer dat delen, dan stop ik ermee. Kijk, het is maart 1975, deze lijntje die stijgt, hoe hoger is, minder waard is jouw vermogen. Of je spaargeld, of de salaris die jij verdient. Hoe hoger komt, hoe armer jij wordt. Dus moet je nagaan in de laatste periode. Het is historisch gezien, het is nooit zoveel afgedrukt. Dus je komt met deze stukje sinds af, ja, in de zou ik zeggen, in de laatste 18 maanden. Het is meer geld gemaakt dan in de afgelopen 50 jaar. Het is belachelijk. Dus ja, hoe zou je in de euro kunnen vertrouwen? Snap ik helemaal niet. Daarom zeg ik dan. Kopen van goud. Kopen van crypto's. Het is een raak. Ja, goud is ook een beetje gemanipuleerd. Maar uiteindelijk in de eeuwen. Zeg ik goed? Eeuwen of zo. Dus elke 100 jaar weet je. Of in de geschiedenis. In de steentijd. Weet je, die werd goud gebruikt als wisselgeld. Dus die bestaat altijd. Dus goud was de laatste standaard in de wereld. En bitcoin zou misschien de volgende zijn. Dus mensen, fijne avond en misschien tot morgen. Misschien heb ik helemaal geen tijd, weet ik nog niet. Maar in ieder geval, op Telegram zet ik screenshots en uitleggingen en meldingen en alles wat jij wil weten. Nou, fijne avond en tot de volgende video.